Deze mensen hebben verder geen zin in een interview, dus laat ze gewoon even rustig doorgaan. Het is al emotioneel genoeg. Bedankt. Aangeslagen komen medewerkers naar buiten. Familie en vrienden buiten de poort worden op de hoogte gebracht via de mobiele telefoon. Hi. Dat was uw vrouw. Wat zei ze? 31 december 2008 is definitief dicht. Dat is hard nieuws. Gauw. Ja, heel hard. Ik ga nou naar huis om dit gewoon te verwerken. Dat zal gewoon wel even een aantal dagen kosten. Het is heel jammer. Heel veel mensen die werken hier met veel plezier. Ik heb zelf ook veel met plezier gewerkt. Dus ja, nu is het over. Veel mensen hadden al slecht nieuws verwacht. Maar totale sluiting valt toch rauw op het dak. Ook voor de ondernemingsraad. Zoals iedereen weet hebben we gewoon de laatste paar jaren wel vaker vervelende zaken gehad. En hebben we altijd toch ons prestatieniveau behoorlijk op peil kunnen houden. En dat is erg teleurstellend op het moment dat dan dit effect heeft. Met het verdwijnen van Cordus komt een eind aan een periode van 40 jaar hoogwaardige werkgelegenheid in Rode. De gemeente is ontzet. In hoogtijdagen was Cordus goed voor ruim 15% van de werkgelegenheid. 2 jaar geleden werkten bij Cordus nog 1100 mensen. Eind 2005 gingen er 460 naar Mexico, na een verloren patentenkwestie. En in mei van dit jaar sloot het distributiecentrum opnieuw 46 banen weg. En nu komt dus de dag van de totale sluiting. De vakbond spreekt van een zwarte dag voor Noord-Nederland. Want naast de 700 banen bij Cordus kost de sluiting ook banen bij andere bedrijven. In dit soort massa-ontslagen, dan zeg ik altijd maal 2, mogelijk maal 2,5. Dus dat betekent een enorme slag. Niet alleen qua aantal mensen wat eruit moet, maar ook qua structuur in Noord-Nederland. Het is een heel innovatief bedrijf, het is een heel modern bedrijf, hoog opgeleid personeel. We zullen ook richting Den Haag contacten gaan leggen van wat ga jij als politiek doen op dit moment. U wilt nog niet spreken over sociale plannen of wat dan ook? Nee, zover ben ik nog lang niet. Eerst maar eens kijken van het overeind houden van de organisatie, zoveel mogelijk werkgelegenheid. En dat sociaal plan, dat komt er heus wel, maar daar beginnen we niet mee. De aangekondigde sluiting betekent het grootste massa-ontslag voor onze regio sinds 10 jaar. Achter de schermen zal nu ongetwijfeld veel gesproken worden, onderhandeld, politiek gaat zich mee bemoeien, ook de vakbonden. Maar het is de vraag of dat nog zin heeft, want van Amerikanen is duidelijk, als het om zaken gaat, zijn ze keihard.